Heb je ook wel eens last van schimmel in de badkamer, zoals we hierboven kunnen zien? En ben je benieuwd hoe ik dat wegkrijg? Blijf dan kijken, want in dit filmpje ga ik het jou tonen. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Hoi, hartelijk welkom bij een nieuwe schilderstip. Mijn naam is John Edens en op dit kanaal ga ik je allerlei schildertips laten zien hoe jij bepaalde zaken zelf kunt doen als doe-het-zelver. Zorg dat je abonneert op mijn kanaal, hieronder kun je dat doen. En vandaag ga ik je laten zien hoe ik de schimmel die daar bovenin zit wegkrijg. Ga ik hem even een stukje schoonmaken. Meestal krijg je het niet helemaal weg. Ik gebruik daarvoor een isolatiespuitbus. Gewoon een spuitbus om de vlekken te isoleren. En als je dat spuit, dan kun je zien dat het eigenlijk helemaal weggaat. En dat ga ik jou tonen. Nou, wat ik ga doen is even kijken met een doekje of er nog echt veel viezigheid op zit. Of dat het alleen maar een vlek is wat erop zit. Dus ga ik even nog met een klein doekje erlangs. Nou, in principe is het dus gewoon alleen nu een vlek wat erin zit. En dat ga ik even isoleren. Dus ik ga daarvoor even de spuitbus pakken. En wat goed is om te doen is dat je de spuitbus goed schudt, zodat daar even de mengsel wat erin zit goed om elkaar heen gaat. Oké, dat was hem. Ik ga hem even spuiten en ik ga kijken of ik de camera even er naartoe kan draaien, zodat je van dichtbij kunt zien hoe het eruit ziet. Dit is hoe de vlek er nu op dit moment uitziet. Als je hem iets inzoomt, dan zie je wel dat het gewoon wel een vieze vlek is. En dat gaan we vandaag dan even wegspuiten. Ik zal hem even iets uitvergroten. Belangrijk is dat je even een afstand houdt van een 15 centimeter. Om niet te dichtbij te spuiten. Even een klein beetje aantrekken. We spuiten straks gewoon kruiselings. Dus nu heb ik zo gespoten en dan ga ik straks nog zo spuiten. Wat ik vaak doe is proberen het uit te vlakken, dat je zo min mogelijk aanzetten krijgt. Oké, dit is hoe het er nu uitziet. Ik zal hem even iets inzoomen. Je ziet dat die vlek in principe weg is. Wat je alleen nu nog op het randje ziet van het hout is gewoon dat de verf daar gebladderd is. Dat moet er gewoon even afgekrapt worden en dan kun je later nog bijschilderen. Maar de vlek is in ieder geval weg. Dat is het meest belangrijk. Wat je nu moet doen is zorgen dat die even goed nog uitdroogt. En als die uitgedroogd is, dat duurt misschien denk ik even. Ik zou je zeggen, laat even een half uur uitdrogen. En dan kun je ook even voelen of het echt droog is. En dan kun je gewoon het plafond weer sausen, want de vlek is nu geïsoleerd. Zou je de vlek niet isoleren, dat betekent eigenlijk dat je straks door de saus heen weer die vlekken terug gaat krijgen. Dus isoleer hem altijd en dan zul je ook niet die vlekken weer terugzien. Zorg dat je na het spuiten wel altijd even een klein beetje ventileert, want het is nogal een sterke geur. Dus zorg voor een goede ventilatie. Dit was hem voor deze week. Ik hoop dat je het weer een waardevolle tip vond. Vond je hem goed? Geef even zo'n blauw duimpje. En dan heb ik een vraag aan jou. Wat is jouw beste tip om vlekken te isoleren? Laat het me weten even in de reacties, zodat ook anderen daar wat aan kunnen hebben. Vond je het leuk om deze tips te volgen? Zorg dat je abonneert op mijn kanaal. Hieronder kun je dat doen. Of hier in het scherm even op mijn foto klikken. En wil je nog andere filmpjes zien? Ik heb hier een suggestie voor je gedaan. Ga die ook eens bekijken. En ik wil je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios.